En nu wil ik eventjes wat data noemen over First met Jessic Silver en waarom ik in de, op de lange termijn in zilver geloof. Via dus, dit uh, aandeel. Via dit aandeel. Okay. Dus ik ga nu een Schiet. aantal uh, feitjes torten. Als het te lang duurt, moet je maar ingrijpen, maar. <laughs> ja. oh, we gaan verder met Hildo. Hildo. Ja. <laughs> Ten eerste, ik bedoel, als je dan kijkt naar die zilverproductie, dus hoeveel zilver halen we naar boven. Ja. We hebben een soort piek zilver bereikt. Want in 2016 kwam 880 miljoen ounces naar boven. En sindsdien daalt uh, de zilverproductie. En het is maar de vraag of we ooit weer uh, naar die 880 miljoen per jaar gaan. Waarom daalt dat? En op een gegeven moment hebben we gewoon alles uit de grond gehaald. Oh. Of in ieder geval het makkelijk te winnen zilver. Okay. Dus op een gegeven moment uh, moet je steeds meer gaan zoeken. En steeds meer gaan investeren om wat te vinden. Je moet dieper vinden. Je mo de kosten je worden hoger en het wordt klopt. niet meer Klopt. Je hebt natuurlijk ook de zilverpercentage. Dus als je gewoon een kuub naar boven haalt uh, uit een zilvermijn dan hoeveel percentage is zilver. Dat zie je ook alleen maar dalen. Dus het wordt steeds uh, lastiger. Oké, okay, dus 2016 de piek? Klopt, 88 miljoen. Maar ja, we gebruiken jaarlijks gebruiken we meer dan een uh, miljard ounces aan zilver... voor van alles en nog wat. Mm -hmm. Dus er zit een gat van een paar honderd miljoen. Eh. En dan moet jij vragen van hoe kan dat? Want ik bedoel, okay. hoe kan het een gat zijn? <laughs> hoe kan dat, Karel? <laughs> en dan zeg ik van, uh, we recyclen ook een hoop... en we hebben ook nog voorraad in zilverhuizen liggen. Dat betreft... Balanceert het wel. Okay. Alleen, zilver is wel een metaal dat wordt gebruikt voor de verduurzaming van de wereld. Ja, en dat komt omdat genoeg. weinig beter elektriciteit geleid, uh, geleid dan zilver. Dus het is een groen metaal. En de kans dat wij gaan vergroenen in de toekomst is denk ik 100% en niet uh, minder dan dat.